Dag man. Dit is dit bericht. Ik kan het jullie persoonlijk aanspreken. Dit bericht betekent dat ik niet meer in Nederland ben. Inwoners van Heter zijn geschokt toen ze horen dat Victor Drost uit hun eigen dorp nu waarschijnlijk aan het vechten is in Syrië. Veel mensen kenden Victor, bijvoorbeeld de jongeren. Ze kwamen hem geregeld tegen in het café hier achter mij. Ja, ik vond hem een aardige jongen. Hij hielp je overal wel mee. Ik had ook niet verwacht dat hij nu naar Syrië ging. Dus. Maar wanneer wist jij dat hij zich bekeerde tot de islam? Ja, ik zag hem een keer als postbode en toen had hij al een baard en toen dacht ik, nou, dus ook wel anders geworden. En nu hoorde ik dan dat hij naar Syrië ging. Ja, hij hielp onze juffrouw in groep 6 op school. Ah. Welke school was dat? De Sint-Bernadette school. En wat voor beeld kreeg je van hem toen hij dan de juffrouw hielp? Ja, ik had wel gehoord dat hij naar Syrië ging, maar toen was het nog niet verwacht of zo van hem. Mogelijk was Victor op zoek naar zijn identiteit. Hij ging hierin heten onder meer door het leven als gothic, maar ook als gabber. Nou, ik heb hem wel eens zien fietsen dat hij oogschaduw op had en allemaal dat soort dingen. En van die dingen om zijn handen en zo. Mogelijk was hij ook gabber geweest, klopt dat? Hij was wel kaald een tijdje, maar daar heb ik niet heel vaak gezien. En verder wilden de meeste inwoners van Heter hier niet over praten. Uit respect voor de familie, want het is maar de vraag of zij hun zoon ooit weer terug zullen zien.